Hi, wat leuk dat je meekijkt. En bij deze serie van de Inktober Tangles van Seven Forests en Five Rivers, Debbie en Jennifer. Jennifer heeft deze lijst samengesteld. En vandaag neem ik je mee in een van de laatste tangles van onze collega en vriend Oswaldo. En dat is Paradisum. En ik heb nog geen nieuwe visualism gekozen, zie ik nu. En ik trek er nu eentje. Nou, en wat is hij mooi. Beautiful and beyond. Paradisium, dag 22. En wat ik ontzettend leuk vind aan deze tangle, is dat hij ook wederom heel veelzijdig is. En ik hoef geen corner dots neer te zetten, want ik ga hem gewoon gelijk voor je tekenen. En ik leg mijn tile wel een beetje zo, zodat hij wat makkelijker. En dan zie ik dat deze met een grote bocht naar binnen gaat en dat deze ook nog een beetje zo loopt. En vanuit deze kant zo, dus een soort V. En dan vanuit hier komt er een aura. En dan volg je het stuk helemaal. En komt hij op hetzelfde plekje wederom neer. En dan vanuit hier krijgt hij een dak. En zo. En dan is vanuit hier eigenlijk een langwerpige sesamzaad. En vanuit hier een langwerpige sesamzaad. En deze krijgen dan een aantal aura's. En dan komt hier een kleine vesco-achtige. En aan deze kant ook. En deze krijgt een aantal aura's. Zo. En zo vul je hem op en ja, wat gelijk al duidelijk is, is dat de inhoud van deze stukken
wordt al gelijk mooi. Deze even in kunnen kleuren. Altijd leuk om een licht bolletje achter te laten. En zo. Ik draai mijn tangle nu wel een beetje. En het heeft ook een beetje een diva dance-achtige feel. Ja, en zo zie je dat ja, het is een tangle op zich. Ik, heel eerlijk gezegd, heb ik hem nog niet heel erg vaak gedaan. Maar ik vind het wel weer heel erg leuk om hem nu dan gelijk gedaan te hebben. En schaduwen is een klein beetje. En dat is een beetje hier. Beetje zo'n rand. En voor mijn gevoel is die ook wel af. En rest mij handtekening te zetten. En nou wil ik jou bedanken dat je mee hebt gekeken voor de Paradisium van Oswaldo. En hoop ik dat je morgen ook meekijkt.